Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe episode van mijn Road to Gold serie. Dit is gewoon even een random live commentary van Black Ops 2. Ik ga het vandaag wel even met jullie hebben over wat random dingen die op Shadow Games gaan zijn op dit moment. Maar wat ik vooral even wil vragen naar jullie is, wat vinden jullie nou betere kwaliteit? Want wel, ik speel nu op mijn Yama monitor. Dat is in principe mijn game monitor waar ik ook natuurlijk gewoon computergames speel. En normaal speel ik altijd op mijn LCD Philips televisie. Dus let even achter in de comments, wat vind je beter? Zeg gewoon, als je de Yama monitor beter vindt, zeg gewoon monitor. Vind je tv beter? Ga er gewoon, gewoon tv in de comments neerzetten. Gewoon niet, ik vind dit beter, neem maar gewoon lekker concreet en alles. Maar goed, ik ga het vandaag ook even hebben met jullie over likes. En een beetje over de t-shirts ga ik wat opheldering over geven. En wat er op dit moment een beetje gaande is rondom Shadow Games in principe. We gaan even, denk ik, twee potjes Team Deathmatch spelen. Want, het hangt er vanaf. Als ik erin word gepleurd, dan gaan we twee potjes spelen. Word ik erin gepleurd? Ik kon het niet goed zien, want wel, je zag wel die mensen. Dus ja, ik weet niet of ik erin word gepleurd. Reed in ieder geval. We gaan vandaag spelen met de Shinkom. Dus eens even kijken. Please, wordt er niet gedonderd. Oh, mooi. Kijk, ik speel dus met de Shinkom. Dit is de Klaas. Oh, ik word er wel in gedonderd. Lolkets. Nee, maar, waar zou ik deze maar eens over hebben? Nou, ik heb het al over de monitor gehad. Ah, kuts hoor. Even over de t-shirts dan, denk ik. Wel, ik ga denk ik na de zomervakantie pas echt verder met de t-shirts. What the fuck is dit? Ik speelde net OP met het ding en toen faalde de commentary gewoon zo erg. Maar ik ga dus proberen om weer... Kutzooi. Oh, jij faalt, meneertje. Maar ik ga dus proberen om na de zomervakantie een shop open te zetten met mijn t-shirts. En natuurlijk, als jullie een t-shirt kopen, krijg ik er ook wat inkomsten van. Lijkt me logisch, zijn mijn t-shirts. Maar dat gaat allemaal via Spreadshirt.nl. En wel, dat is een site waar alle grote YouTubers hun shirts op doen. Gamestijd gebruikt hem. En volgens mij Captain Sparkles. Ik weet het allemaal niet. Ik ken niet iedereen. Beetje Canadian, die gebruikt hem sowieso. En wat de fuck was dat dan weer dan? Maar in ieder geval, dus ik ga dus lekker met t-shirts verder na de zomervakantie. Want wel, ik heb daar nu nog gewoon simpelweg geen materials en geen tijd voor. Want wel, ik heb Photoshop helaas moeten verwijderen in verband met Crysis 3. Want wel, mijn schrijf die zit op dit moment barstens vol. Hij staat in het rood. En wat is best wel kut. Dus ik word niet gequickscoped, goed zo. Maar goed, best wel kut dus. En ik moet dus een grotere SSD kopen. En die dingen zijn niet goedkoop. Hashtag 200 eurotjes. Oh, bijna een headshot. Maar in ieder geval, dus lekker duurst in die kringen. Baal ik echt enorm dat die dingen zo duur zijn. En wel, ik ben natuurlijk ook weer niet één van. Ik neem niet echt snel genoegen met slechte kwaliteit. Dus ik koop het meteen een OP goede. Ik heb er nou een Kingston in zitten van 120. En ik ga er een Kingston inkopen. Dezelfde in principe. Alleen dan 200 GB plus. Dus dan kan ik lekker Photoshop installeren. Ga ik hem proberen te kraken. Even kijken. Ja, ik ga nog wel een potje spelen hierna. En natuurlijk ga ik Angry Birds installeren. Want ik heb besloten om een Angry Birds serie te doen. Gewoon in dit weekend of zo. Gewoon als jullie genoeg likes achterlaten, komt er volgend weekend een nieuwe Angry Birds aflevering. Het zou geen serie worden. En als jullie gewoon die niet meer zin in hebben, dan doe ik hem gewoon niet. Of als ik er geen zin meer heb. Maar het is gewoon voor de lolcats. Dus ik noem hem gewoon, denk ik, Angry Birds aflevering 1 of zo. Ik weet het niet. En wanneer ik er geen zin meer in heb, zeg ik gewoon ja, het einde van deze serie, weet ik veel. En als jullie het gewoon heel leuk vinden, dan maak ik er gewoon een serie van eventueel. Het is wel Angry Birds Space, by the way. Dus even kijken, waar wil ik op? Ik wil op Express, die is leuk. Goed, in principe was dit het over het hele t-shirt gedoe. Natuurlijk krijgen jullie nog wel gewoon een t-shirt bij de 500 abonnees. Ik heb dus besloten om een t-shirt weg te geven. Het wordt een nieuw design. Ik ga al mijn t-shirts redesignen. Want ik ben bezig met een nieuw logo. Het is echt een super episch ding. Je ziet wel Winnie de Pooh natuurlijk. Maar dat gewoon een episch game logo. Ik heb wat gegoogeld en zo. En wat wel cool. Maar in ieder geval dus, jullie zien waarschijnlijk ook wel dat ik nu een intro gebruik. Waarschijnlijk niet in alle komende video's, want ik heb al veel gerenderd en alles. Dus maar onder deze video's zien jullie sowieso mijn intro en outro. Dus let even achter wat je van die twee dingetjes vindt. En wel bij de outro heb ik altijd de vorige aflevering van die serie in principe. Dus bij Road to Gold episode 3 staat dan dus aan het eind een leuk momentje uit Road to Gold 2 in principe. En dan kun je gewoon op de plaatje gaan en dan staat er een link. En die breng je naar Road to Gold 2. Dus bij alles, bij Ronald speelt Minecraft zo, is bij alles. Over Ronald speelt Minecraft gesproken, ik wil hier niet echt gaan hebben over de series, maar ik wil sowieso gaan zeggen, Ronald speelt Minecraft komt terug met 4 episodes per week.
Yeah, buddy. En wel, dat brengt mij naar een volgend onderwerp. Want wel, de Pokémon playthrough is erg veel onduidelijkheid over. Dus ik wou het bewaren voor de maandelijkse vlog. Want wel, ik ga één keer in de maand een vlog doen. De eerste woensdag van de maand komt er dus een vlog uit, maandelijks vlog. Aankomende maand juli, volgens mij. Ja, juli is het vlog nummer 1. En wel op vakantie, want 1 augustus ben ik op vakantie. Dus wel, dan ga ik denk ik daar een vlog opnemen. Lijkt me enorm leuk om te doen. En hey, volgens Griphonlock, dat is leuk. Oh, skills. Nee, oké, ik wil even tryhard mode daar zo. Nee, maar goed, ik ga dus vlogjes doen en alles. En wat dan ga ik vooral praten over de series en hoe het gaat op Shadow Games in general. Dus qua series, niet qua technische shit. Maar goed, volgende ding dus in principe. Dat is dus serie 1. En wel, ik zal... Waar komt hij dingen vandaan? Oh, die fucking trein natuurlijk. Oh mijn god, met je paarse AN94. Nee, maar ik ga dus de Pokémon serie laten terugkomen. Alleen. Niet zomaar 1, 2, 3. Ik plan eraan om daar een facecam mee te doen. Natuurlijk weten jullie allemaal dat Gigcase van Dus David Games een Pokémon facecam serie doet. Alleen, ik wou sowieso al, als ik een Pokémon serie deed, dat dat een facecam zou zijn. En ik weet niet echt of ik... een ja, hele snelle comeback gaan maken van die Pokémon serie. Wat ik sowieso ga proberen is om hem misschien nog voor de zomervakantie te laten terugkeren. Dat weet ik niet. Hangt er van af hoe snel ik dus die webcam bij elkaar kan ranselen. Want wel, het is geen goedkope webcam. Het wordt een webcam van ongeveer 100 euro. Ik heb een keuze al gemaakt. Ik ga gewoon voor de duurste Logitech die er is. En wel, de reden daarvoor is dus wel, ik wil gewoon goede kwaliteit facecams hebben. En ik koop gewoon meteen gewoon het liefst gewoon 30 euro te veel. Dat ik gewoon niet meteen een goede webcam heb in principe. En ja, dat dus. En wel, dan ga ik ook gewoon eens met Minecraft facecams doen. Dan ga ik gewoon heel veel facecams doen. Als ik dat heb, zal ik ook wat meer op Omegle gaan. Want wel, ik wil wel wat meer op Omegle. Ik wil ook wat meer gaan skypen met wat fans en zo. Ik zit er ook aan te denken om misschien een eventuele Skype serie te doen met kijkers. Hoe heb ik die geraakt, godsnaam? Nee, maar dat wordt best wel grappig. Dan ga ik gewoon met... weet ik veel, 1 iemand skypen of zo. En dan gaan we gewoon doelcommentaries doen of zo. En dan wordt dan 1 doelcommentary per... ja, per maand denk ik of zo. Of iets meer. Het hangt vanaf hoeveel Call of Duty ik dan speel. Want wel, ik moet wel gameplays hebben natuurlijk. Dus het hangt er gewoon vanaf. Maar ja, degene die mijn intro heeft gemaakt, daar ga ik nog wat mee doen. Ik ga nog niet vertellen wat. Ik heb nog niet echt iets overlegd met hem. Dus voordat ik daar echt over ga neuzelen, wil ik gewoon eerst even duidelijkheid erover geven dat ik daar wel iets mee ga doen met hem. Maar ik ga eerst overleggen met hem wat hij wil bijvoorbeeld. Want stel nou dat hij... Oh, kutzooi. Ja, dacht ik al. Gesquashed by the train. Toet toet. Dus, ja, lolcats. Nee, maar ik ga dus facecampjes doen. En wel Omegle, dat is wat rotzooi. Het is allemaal naar de zomervakantie gaan. Want wel, ik heb al mijn geld nodig op dit moment voor mijn computer upgrade. Van die SSD dus. En wel, dan is er nog een probleem met mijn computerkast. Want die is bijna volledig aan de kloten. En wat ik daarmee bedoel is de aan- en uitknop blijft steeds hangen en alles. En wel, ze gaan die kast wel voor mij maken. Maar ik weet niet nog echt of we daar nog iets mee gaan doen. Maar ik wil wel een keer een nieuwe kast kopen. Maar dat ga ik nu nog allemaal niet doen natuurlijk. Ik heb al een hele mooie kast gezien. Een Corsair Obsidian 800 of 800D series dingetje. Wat is dat nou? Gebruikt ook een Shinkom of zo? Nee, een sniper. Maar ja, ik ga dus wel proberen om zo snel mogelijk facecams te doen. Maar ja, ik probeer dus wel gewoon eerst die SSD online te krijgen. Zodat ik in ieder geval verder kan met, ja, met Shadow Games natuurlijk. Dan ga ik denk ik nog iets van een nieuwe banner maken. Dat weet ik nog niet. Oké, dit wordt even fucking tryhard mode hier zo. Maar ja, ik doe dus in ik doe dus altijd in principe mijn best qua shit. Oh... ja, yeah, double kill. Ik heb een uf. Yolo. Oh, als ik die had geklotcht. Zou nice zijn. Maar goed, facecams heb ik het over gehad. Even kijken, waar heb ik het nog niet over gehad? Oké, dat is een kill, nice. Gekilljacked. Oh, hey, door. Oh, het trapje is er. Nou, even kijken, waar heb ik het nog niet over gehad met jullie? Root Gold serie. Veel mensen die zeiden, of nou, 1 iemand. Nou, ik weet niet hoeveel mensen het zeiden, maar... je valt, je speelt 13 op 25. Wel, ik wil gewoon even naar mee te delen. Ik wil niks zeggen van dat je slecht of zo. Ik snap dat je daar zo reageert, want dat is een voorlopig... Dat is natuurlijk gewoon. Dat snap ik volledig. Maar ja, volledig. Alleen ik wil even wat erover ophelderen.
Dat is mijn tweede keer dat ik met een KSG speelde. Dus ik vind het best wel lauw dat ik dan nog steeds wel zoveel kills heb gehaald. Dus ja, maar goed, ik ga dus in totaal ook dus meer doen met mijn subs. Doelcommentaries, dat is het rotzooi weer allemaal. Ik ga wat meer achterafcommentaries doen. Ik ga proberen één keer per week een achterafcommentary te uploaden. Of het nou over Apple gaat, of het nou over de PS4, Xbox One gaat. Dat maakt mij allemaal op zich niet uit. Mogen jullie allemaal onderwerpen achterlaten onder de vorige live commentary. Of een achteraf commentary is het eigenlijk, hè. En wel, dan ga ik er gewoon over neuzelen. En wel, degene die dan zo'n onderwerp heeft verzonnen waar ik dus niet op was gekomen, die geef ik een shout-out. Dus ja, dit is wel nice, denk ik. Kom hier, son of a gun. Ben je dood? Ja, die is dood. Oké, wel, we hebben gewonnen. Dat is nice. 15 op 10. Dan niet zo heel slecht. Maar goed, jongens. Ik ga het hier laten voor vandaag. Ik heb het gehad over mijn computer. Ik heb het gehad over mijn kwaliteit. Laat eens even achter in de comments. Wat vind je betere kwaliteit? Dit of van mijn televisie? Zeg gewoon, vind je dit beter? Zeg gewoon monitor. Vind je tv beter? Zeg dan gewoon televisie. Ik ga proberen dus om wat meer video's te uploaden. Jullie zien, volgens mij over wat 2 weken of zo zien jullie de maandelijks vlogs. Dan komen er nog, ik denk over anderhalve week ongeveer enorm veel vlogs uit. Want wel, dan heb ik mijn nieuwe kat. En daar ga ik iedere dag een vlog uploaden met de vorderingen van die kat in principe. Of ik denk iedere week, anders wordt het een beetje te OP. Dus ja, ik denk gewoon één keer in de week gewoon een vlog op zondag of zo. Zie jullie hoe mijn, mijn nieuwe kat zich settelt hier. Maar goed jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Ik heb volgens mij alles gehad. Nou, in ieder geval, je moet de video maar gewoon terugkijken. Laat even achter wat je van mijn intro en outro vindt. En wel, dan spreek ik jullie later. Volg me op Twitter, by the way. Daar ben ik echt gewoon redelijk actief. Ik tweet altijd met leuke foto's en andere shit. Ik tweet veel met mensen. Dus ja jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen.